Dames en heren, wij staan hier vanmiddag aan de Kogge, aan de rand van de IJssel. Met deze prachtige boten hier op de achtergrond. En ik heb hier bij me staan de heer Wever, die voorzitter van de Industriële Club Kampen. Ik ben heel lang lid en sinds anderhalf jaar ben ik voorzitter. En dan zit ik in bestuur en dat komt ook door het feit dat met name dat er is wel sterke behoefte vanuit het, met name de gemeente Kampen in dit geval en ook andere overheden dat dat wij als bedrijfsleven zeg maar, ons organiseren en vooral ook dat we als één collectief bepaalde onderwerpen aan de orde kunnen stellen richting een gemeente. En mijn doel is gewoon heel simpel, ik wil zoveel mogelijk ondernemer Kampen bereiken en dan ook de problemen die er zijn aan de kaak stellen bij de overheden en problemen te werken en oplossingen, dat soort dingen, dat is mijn doel. En hoe lang bestaat deze club? 50, 60 jaar, al heel lang. Maar dat moet je nakijken, dat weet ik niet om eerlijk te zijn. Maar ons hoofddoel is dat wij opkomen voor de belangen van alle bedrijven in Kampen. Vroeger was het echt een, er komt de naam ook weg, industriële club. Het was echt een club hier voor de echte de productiebedrijven met de grote industriebedrijven. Maar dat is eigenlijk al lang niet meer zo. Dat is ook wel de reden dat we gekeken hebben van, moet dan die naam wijzigen of niet. Want kijk, wij komen op voor alle ondernemers. Dat is van een eenmanszaak tot en met een bedrijf wat zeg maar 300-400 man aan het werk heeft, dat maakt ons niks uit. Want vaak zijn de belangen, die liggen heel dicht bij elkaar. En nu heel recent hebben we ook met een opgepakt een probleem dat we hebben met de elektriciteit. Hè. Dus de netcongestie noemen we dat. Nou, en daar zijn wij natuurlijk de aangewezen partij voor om dat op te pakken. En vooral te zorgen dat we met andere, met een mooi woord, stakeholders dat oppakken. En zorgen dat we toch werken aan een oplossing van het probleem. Want op dit moment is het zo dat in Kampen, als jij een perceel koopt en je vraagt om een aansluiting voor elektriciteit, dan krijg je die niet, dan ben je in 2035 aan de beurt. Althans, een beetje zware aansluiting. Ja, dat is natuurlijk wel heel dat is rampzalig. En vooral als je weet dat je natuurlijk dat we meer en meer naar elektrificatie gaan, wagenpark. Nu nog benzines die op fossiele brandstof draaien, gaan naar elektriciteit toe. Dus de behoefte aan elektriciteit alleen maar toe. Maar het net staat het niet toe en dat is natuurlijk heel erg frustrerend. Nou, het is maar één voorbeeld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook aan de kaak gesteld, jongens, we hebben hier in Kampen te weinig bedrijventerrein beschikbaar voor de toekomst. Nou, die discussie zijn we heel proactief aangaan met de gemeente Kampen en die staat er ook open voor trouwens. En mijn lang verhaal kort is zo dat we nu toch zover zijn dat iedereen van mening is dat er toch echt wel uitbreiding moet komen. Vanmiddag hier dan de haringparty. Nou, straks komen er 3 vaartjes aan. En die worden dan geveld. En dat is dan 3 goede doelen. Dus Live Life, de Bottenstichting, maar ook niet te vergeten een Kampen Krachtfonds. Is niet zo heel bekend in Kampen, maar het is wel echt een fonds die is echt voor mensen die tussen wal en schip raken binnen het systeem van de sociale wetgeving. En hun pakken echt een stukje maatwerk en die zorgen dat mensen die het echt nodig hebben. En die Aringparty, wie organiseert dat? De mensen die in bestuur zitten? Ja, in dit geval Willem van der Haven, die is hier de drijvende kracht achter. En die organiseert het. Vanmiddag hebben we heel nadrukkelijk ook VOC uitgenodigd. Dat is ook een ondernemersclub. Maar het is meer een netwerkclub. Wij zitten echt tot belangenbehartiging. En wij proberen daar ook wel mee samen te werken. En daarom zijn ze vanmiddag ook gewoon actief aanwezig. Daar ben ik heel blij mee. Dus de voorzitter van die club is er ook. Wat wij doen is natuurlijk actief in onze netwerken actief zijn. Je ziet mijn zoon Jelle is MKB voorzitter. Mijn zoon Bart die is IOV voorzitter. En hij zegt maar uit. Nou ja, dat is ook heel belangrijk. En ik probeer dan, nu in dit geval ben ik dan actief voor de IC,
ondernemers. Maar ik ben een tijd lang voorzitter geweest van Kringloop in Kampen. En ik was in de politiek actief geweest. Nou ja, dat soort dingen doe ik dan. Dat vind ik leuk. En die kleine bedrijven, die kunnen zich of die mogen zich ook koppelen aan... En echt voor alle ondernemers, dat wil ik graag benadrukken. En of het nou een eenmanszaak is of een, nogmaals, wat ik net ook zei, met een bedrijf van 400 man in het werken. Dat maakt ons niks uit. Iedereen kan gewoon lid worden. En heeft dit ook nog wat met gemeente? Ze zijn ook vanuit de gemeente is het SEB opgericht. Dat kennen veel mensen niet, maar dat is een sociaal-economisch beraad. Daar zitten twee afgevaardigden, een van ons bestuur, maar ook een van VOC. En er zitten mensen uit onderwijs bij en van de gemeente, overheden. Hè, dus overheid, onderwijs en bedrijfsleven. En dan kunnen we dus allerlei onderwerpen aan de kaak stellen die actueel zijn. En dan wordt daarover gesproken en er wordt gewerkt aan oplossingen. Dat is een vehikel wat opgericht is door de gemeente. En met name om die connectie met het bedrijfsleven en het onderwijs, wat natuurlijk cruciaal is, om dat te promoten en te organiseren natuurlijk. Hartstikke mooi, Bert. Van mijn kant zou ik zeggen, goed gaan en stimuleert het. Ik zou zeggen, ga je verschrikkelijk goed verder met de hele gang van zaken. Jullie ook, dankjewel. Dat is de Hollandse nieuw op David, zie je dat? En kijk eens thuis, we hebben er helemaal zin in. De maagdelijke haringen, zo proeven ze ook. Hoppa! Ik ben de veilingmeester, maar wel de voorzitter van die serie. Dus ik wil jullie toch vragen om wel naar voren te komen. Want we hebben vanmiddag een drietal vaartjes te verdelen. Te verkopen moet ik zeggen. Voor drie heel goede doelen. Het eerste vaartje wordt geveild voor... Kampenkrachtfonds, tweede voor Live Life en derde voor de Bottenstichting. Een heel goed doel, want daar zijn we vandaag te gast. Jullie allemaal welkom vanmiddag hier. We hebben weer een leuke bijeenkomst, goede opkomst. We zijn ook heel blij dat hier vanmiddag ook heel veel VOC-leden zijn, want daar werken we als IC heel intensief mee samen. Nogmaals, allemaal hartelijk welkom, ook mensen vanuit de politiek. En bij deze geef ik het woord aan de veilingmeester. Nou mensen, ja, drie goede doelen. Een gemeenschapsdoel, een sociaal doel en een historisch doel. Daar gaan we het zo over hebben. Ik moet zeggen dat, als Ras zegt de kantenaar, heb ik er soms wel een beetje moeite mee. Maar om eens te kijken hoe ze dat in Zwolle doen met zo'n haringparty. 500 euro, wie biedt er meer? Hier zie ik 550. Wat zeg jij? 1000! Misschien leuk om even te roepen wie je bent en ook waarvan je bent. Nee, hoeft niet. 1000 euro wordt hier geboden. Twee handen, drie handen, ik zie daar al 1050. 1100 hier vooraan. Achteraan iemand 1100, wie biedt 150? Links omschrijven, 1150 hier vooraan. En 1200, wie biedt 1200? 13, 14,5, 1500, 17,5, 18,5. 100 euro voor een vaartje en je krijgt niet eens de haring. 16,5 zie ik hier. Leeg vaartje is beter. Is ook niet zo zwaar. 1800 zie ik hier vooraan. 18,5 voor een leeg vaartje. Nou ja, het is zo'n 19. Achterin, dankjewel. Dat is hartstikke mooi. 2050 voor dit hele mooie vaartje. 2100. Is er iemand in de zaal die 2100 biedt? Ik weet niet of er iemand buiten is die dit hoort. Die zegt, kan ik dat nou niemand eerder doen? Zit meer gewoon echt pleurs te werken om een beetje die bieding omhoog te krijgen. Zo, laat Michael maar even zweven, denkt hij dan voor groen daar zo. Heel bedankt, vriend. Maatje, 2100. Mooi daar zo, dankjewel, heel fijn. 21,5. Eenmaal. 21,5 allemaal. Nou, daar zeg ik wel, dan is hij verkocht nu. Dankjewel, super. Die kun je noteren, hè? Weet je wie dat is? Ja. Applaus, mensen. 17, 18, dank u wel, 19, 2,
2000 euro met surfijn voor achterin. Hallo, 25. Ik weet niet. Daar ook nog eentje achterin. 2600. Oh, 2700 achterin. Ik heb geen idee hoe het is. Want die zie je. 2600 ergens achterin. Niet opletten. 2700. 28. Ja, wie was hier? 3050 eenmaal. 3050. Allemaal. Ja, dit is die voor jou. Van harte gefeliciteerd. Applaus, mensen. 3050 euro voor. De Godstichting te ondersteunen. En in de laatste plaats ook de fantastische ploeg vrijwilligers die hier iedere week. 7100, wie gaat voor 7100? 7100, voor een vaartje 7781. 72, wie gaat voor 7200? 7200, ja lekker, 4 dan. 4, ja, ja, 4. 7400. Voor 1, met de vinger omhoog zo van. Oh, daar nog één. Dat is dan, zullen we dan 8500 voor 1000, wie zat op 11 daar achterin bij die meneer met dat blauwe shirt? Ik ga doen even de vingers in de lucht, zo. Wat van 10, 12.000, 12.000, nou dan hou ik dat aan, 12.000 achterin. 15, ik blijf 15.500 hier vooraan voor die meneer. Die komt daar aan hoor. 16.500! 16.500, lekker waardje, haar nu, wat ben je aan de. Ik zeg de vaartjes, ziet er trouwens leuk uit hè, die vaartjes. 21, zit ik weer niet op te letten, wie riep er 21? Jij riep 21 hier links van mij. Nee, oh nee, wie riep er 21 dan? 20.500 eenmaal. 20.500 andermaal, anders kom maar even naar voren, we gaan hem afslaan denk ik dan op 20.500. Andermaal had ik al gezegd, dan is die verkocht voor 20.500 euro voor een mooi vaartje bier voor de Kampen Botstichting. Mensen, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage en dit helemaal voor elkaar heeft gemaakt. Dankjewel, top gedaan. Was wel vermoeiend hè, in de middenlopen zo. Hè? Ja.